Oh, ziet hij nog dat karkas? Hier, wacht, er zit ook een jakhalstuk in. Ja, nu gaan we hier. Het zijn twee soorten. Met een rode kop en een bruine. Helemaal. Wat hebben ze gepakt? Lab-faced vulture en witbek vulture op karkas van dode hyena. Ziet je de stukken uittrekken zich? And the white headed, and then we also have another one, the white back. Different vultures. Hyena. Ah ja, maar er ligt ook een varkenskop naast. Lab-faced en witbek. Hij gaat liggen. En bij de gieren is het dan bras. Is die jak al geëet op hun eigen familie op? Moet die bonte raaf zien aan die karkas pikken. Zo bang als hij iets ziet is. Schrik, hè? Hey, die kleine vogel. Die is aan de wind aan het dicteren. De bonte raaf. Hopla, weg. Goh, die bonte raaf zit daar een poot in die pels. Om te kunnen trekken, zeg. Wat ging je zeggen, Ronnie? Kinder, allemaal die dingetjes op een rij, die zitten te drinken. Op een rij. Because this is the only water. Dat is dan open, dan is dat perfect voor de laatste. Zeg, dat is een beetje. Allee, hop. Hoe pik erop? Dat is hier. Is dat vroken, hè? Ja. Dat is waar deur nog. Ik zeg, voor die rij, zo achter die boven, sorry. Het stop om te komen. Ja. White big vulture.
maar ze laten het nu gerust. Dat is direct klaar. Dat blijft erover voorlopig. Sticking out now. They've done mostly with their little flash features there. Ze gaat naar ons. Gieren en marabou. Ze ligt het niet meer op dezelfde plaats, maar misschien is het een juist wel. Kwak, zeg die bijna die hier, zeg. Ik wist niet dat een marabou een aanzeter was. Die trekt daar lappen uit. Wacht, boom, terug. Bij terug naar die hier. Zo lijkt wordt tamelijk snel opgekuist. Is het ziet al anders uit dan deze morgen. Precies. Dus van die schedel is niks meer te vinden. Het is juist enige wist in die droog 100 gram kop. Die rechtse marabou, is dat een jongen? Is dat een juveniele? Aan de karkas. De links is een volwassen man. Die rechtse. Veel minder op kleur. So for now, we just follow the other group because they are going to. Yeah.